Toename dialysepatiënten in Suriname. Commissies voor controle gemeenschapsbossen. En jongeren met verstandelijke beperking leren praktische vakken. Steeds meer Surinamers worden verwezen naar een nefroloog. Dit omdat hun nieren chronisch beschadigd zijn en zij moeten starten met dialyseren. Momenteel zijn er meer dan 700 Surinamers die dialyseren. Als de nieren dus minder werken of falen, dan krijgen we 1. Vergiftiging van het lichaam, want de afvalstoffen worden niet goed uitgefilterd. 2. Vaak dikke benen, kortademigheid, hoge bloeddruk, want het vocht en zout blijven vaak te veel steken in het lichaam, maar ook andere zoutbalansen raken uit, eigenlijk kan je zeggen, eruit, waardoor je hoge kalium hebt met hartritmeproblemen, waarbij mensen acute hartstilstand kunnen krijgen. En 3, ja, als de nier die stofjes niet meer produceert, kun je dus zwakke botten krijgen en je kan ook bloedarmoede krijgen, doordat er geen apoëtine meer wordt gemaakt. Als de nier minder dan 10% functioneert, zal u moeten dialyseren. Dit omdat niertransplantatie vooralsnog niet mogelijk is in Suriname. Bij dialyseren wordt het bloed uit het lichaam gehaald door middel van een apparaat en in een kunstnier buiten het lichaam schoon gefilterd. Het schone bloed wordt dan teruggegeven aan het lichaam. Dialyseren is wanneer je nieren zijn aangetast en dan ga je en wordt het gespoeld. Het wordt regelmatig gespoeld, 1 tot 2 keer in de week, soms elke keer. Het hangt gewoon ervan af hoe ver, in welk stadium je bent om te dialyseren. Ik weet dat het wel heel zwaar is. Ik ken wel mensen die dialyseren, ja. Het is zwaar, het is eng om te zien. In Nederland heb ik wel iemand, ben wel iemand tegengekomen die gedialyseerd werd, 3 keer in de week. Maar het kwam door een operatie. Ik kreeg medicijnen toegediend, maar van tevoren werd er gezegd dat het best mogelijk is dat zijn dingen, nierenfunctie, kan gaan vallen. En dat is gebeurd. Bepaalde specerijen die wij gebruiken, moeten we goed nagaan wat zit in dat ding. Wat voor product, met wat hebben ze het gemaakt? Zulke dingen creëren bepaalde ziekten. De smassen die naar gebied voor gezondheidszorg, de ministerie, de sapsaai kon je naar kondre. Toch? Want de fabrieken maken zoete dingen, die maken zoete sani toch? Maar dat nog een takje van kwaliteit boem. Lek van man die stak van de bigisme of vino af. Je hebt een gebruik voor sani. Soms man kan de soutu, tinso alleen, sifroktu, gruntu, akba. Maar if you go in the winkri, as pananga ala sot sani, talk they make reclama, the standard by forbid, a reclam bopale reclama, the nomus make more efforts, my go by na yusak, lukudoro say, the plastic say si jana san, it's like onanga bigi boto. Ishi, this the standard tina san, a reclam nom luku nomu tak economy mus boom, want the economy is boom, amoni that we put back of this man pay that ra, and amoni that this man efene, this the ideal is a neck bar, this. Rekeramos luku sei ko ina kondre en sa desma e produser funyang. Fana fudape eit, u kan meki adiali se komoro mender. Misschien moeten we gezonder gaan eten om dit soort ziektes te voorkomen. Nierfalen wordt veroorzaakt door een aantal chronische ziektes. Deze zijn diabetes mellitus en hypertensie, ook terwijl suikerziekte en hoge bloeddruk. U kunt deze ziektes voorkomen door uw levensstijl en uw voeding aan te passen. Het is dus heel belangrijk dat je, als je dus wilt voorkomen, dat je uiteindelijk gaat moeten dialyseren, dat je geen diabetes, mellitus en geen hoge bloeddruk of hypertensie ontwikkelt. Want we weten dat in Suriname, maar ook in alle andere landen, dat diabetes, mellitus en hypertensie de grootste oorzaken zijn van waarom mensen uiteindelijk moeten gaan dialyseren. En hoe zorgen we ervoor dat we geen hypertensie krijgen en geen diabetes? We gaan moeten letten op onze voeding. We gaan ervoor moeten zorgen dat we niet te zwaar worden. We gaan extra moeten bewegen. Toch? Dus als je zegt van ik loop elke dag van mijn werk naar hier en daar. Dat is dus eigenlijk beweging wat je lichaam al gewend is. Je zou een extra lichaamsbeweging doen. Toch? De WHO adviseert om zeker 150 minuten per week extra aan lichaamsbeweging te doen. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat we voldoende drinken. Zeker 1,5 liter tot 2 liter. Maar zelfs bij te warm weer is het aan te raden om meer dan 2 liter per dag te drinken. En bij voorkeur water. Het gebruik van zout is ook erg belangrijk. Dat we letten daarop.
Want onze voeding bevat al heel groot te veel zout. De WHO adviseert, ze adviseren dat maximaal 5 gram zout per dag. En dat kun je dus eigenlijk hier zien, hoeveel 5 gram zout is. En zout zit bijvoorbeeld in snacks. Als we denken aan kruiden en specerijen, hè, dan zit het veel in Maggi Block, in Trassi, maar ook in Ajinomoto. In al die kant-en-klare sausen, zoals ketchup, mayonaise, maar ook in die barbecue saus zit er veel natrium. Ook in chips bijvoorbeeld, in kakastong, in zoute vis, in zoutvlees. Daar zit dus heel veel natrium in. Dus meestal worden dan deze producten ook afgeraden bij dialysepatiënten. Of we zeggen ze van zo weinig mogelijk gebruiken. En als ze het toch willen gebruiken, dan instrueert de diëtist zowel hoe ze het zouden moeten gebruiken. Als je begint met te horen dat je moet dialyseren, is de kans dat je doodgaat binnen 3 maanden... is iets kleiner dan 1 op 3. Dus 1 op de 3 patiënten sterft gewoon omdat ze gewoon zo ziek binnenkomen dat we ze niet kunnen redden. Wat we dan zien is dat met name de Creoolse groep en de Javaanse groep veel, veel vaker als oorzaak hebben hoge bloeddruk. En bij de Hindoestaanse groep zie je veel meer suikerziekte als oorzaak, maar ook de combinatie suikerziekte en een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk, suikerziekte en nierziekte zijn stille ziektes. Regelmatige controle bij de huisarts is zeer belangrijk omdat u ze niet kan voelen. Indien u klachten krijgt van deze aandoeningen, is er al schade aangericht aan de nieren. Als u eenmaal start met dialyse voor een chronische ziekte, is dat een levenslange veroordeling. Het traditioneel gezag heeft onlangs commissies geïnstalleerd in de dorpen Nieuw Ganzee in Brokopondo en Nieuw Jacob Kondre in het district Sipaliwini. De commissies gaan controlewerkzaamheden uitvoeren in hun gemeenschapsbossen. Een gemeenschapsbos is het aangewezen bosgebied rondom de dorpen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft toezicht gehouden bij de installatie van de commissies. Een commissie heeft verschillende taken. Een van de voornaamste taken is controlewerkzaamheden doen in het bos. Dat betekent als er een overeenkomst is gemaakt en een ondernemer werkt in het bos, dan moet de commissie ervoor zorgen dat ze heel frequent controlewerkzaamheden doen. Ze moeten ook verslagen kunnen maken, vooral financiële verslagen. Elk half jaar, om de 6 maanden, moeten ze een financieel verslag presenteren. Dat voor het dorp. En ook voor het ministerie. Ook moeten ze projectvoorstellen kunnen schrijven. Maar als dat niet lukt, kunnen ze ook bij het ministerie terecht. In deze DOAS terecht. Voor begeleiding van het schrijven van een project. De controles van de commissie moest doen. Dat de zorgen dat de ondernemer met de kapvak. Dat de noorden buiten de kapvakken. De noorden zagen zomaar kort. Tjim tjim oedoe. Bon. Trouwe. De zorgen dat de noorden aan kaalkap. De zorgen dat de vernietigde abusie, maar die worden gewoon volgens de richtlijnen voor SBB. Gemeenschapsbos is een economische zone voor dorpen in het binnenland. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft richtlijnen aangegeven. Het doel van een gemeenschapsbos is zorgen voor de eigen ontwikkeling van je eigen dorp met de middelen die je haalt uit het gemeenschapsbos. We proberen ook als ministerie te zorgen dat er geen conflicten ontstaan. Omdat we ook in het verleden dorpen hebben gehad waarbij er zoveel conflicten waren tussen traditioneel gezag en ondernemer. Of tussen ondernemer en traditioneel gezag. Dus ERO treedt ook op als een bemiddelend orgaan in deze. Het bos is de leefomgeving van in stamverband wonende gemeenschappen. In het verleden is het niet altijd vlekkeloos gegaan met opbrengsten van het gemeenschapsbos. Voor ze hebben deze taak de ammonie bestort. Ammonie niet bestort in het districtsfonds. Nou, als de regel werd dat ammonie moest stort in het districtsfonds. Voor ze hebben deze ammonie bestort op rekeningen, privé rekeningen voor takken zo, of rekeningen voor dorpen. Maar ook als je dat ammonie de ammonie bestort, het dorp niet bevindt winnen. Als je zo kan de wang toesmanomen, kan de akapte naar een tjing, akapte naar een osso, of kan de wang
een gemachtigde begin niet voor ammonie. Dat er ook nee, uno wanneer sommer, of wanneer het dorpo, wanneer het dorpo ababusi. Het dorpo moest geniet voor ammonie, sa emoto uit abusi. Het is belangrijk om richting te geven aan duurzame ontwikkeling, zodat het bos in stand wordt gehouden en in de toekomst nog te gebruiken is. Er worden steeds meer mogelijkheden gecreëerd voor jongeren met een beperking om een plekje te vinden op de arbeidsmarkt. Net als alle andere mensen is het ook voor deze doelgroep belangrijk om zelfstandig door het leven te gaan. VSO Fayalobi de Paranam leidt jongeren met een verstandelijke beperking op in verschillende vakrichtingen. Ik volg montage. Ik ben inspectie. Ik zorg ervoor dat alles netjes is. Het is housekeeping. Ik zorg ervoor als ik klaar ben, alles op een plaats is. Als er olie gevallen is, direct aanzetten of vegen. We zijn nu bezig met lastpositie 2 en 1. En we hebben ook werkstukken gemaakt, zoals driepoten en spaarpot. Ik vind automatage leuk. Ik heb voor dat gekozen. En ik wil het graag doen. En nadat ik nog meer wil leren. Ik vind het gewoon leuk en ik hou van die vak. We hebben het praktische gedeelte en het theoretische gedeelte. Aan het theoretische gedeelte krijgen ze de normale vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie. En de praktische vakken die we hier hebben zijn automontage, houtbewerking en metaalbewerking. We hebben de facilitaire dienstverlening en BIFO, dat staat voor beeldenvorming. Die zijn de praktische vakken die we op deze school hebben. Deze school heeft de normale schooljaren. Bijvoorbeeld, we hebben hier de basisschool ook, basis speciaal onderwijs. Die heeft alle 6 jaren. En de praktische kant, dat is VSO, die heeft 3 leerjaren. Na de kinderen van de basis, wanneer ze in de laatste klas komen, de 6e klas, dan maken ze een toets op hun niveau. En als ze geslaagd zijn, dan gaan ze door naar VSO. Wat het geval is, we hebben kinderen die hier uitblinken. De late uitblinkers noemen we ze. Wanneer we dat hebben gemerkt, wanneer ze de toets hebben gemaakt, dan krijgen ze de gelegenheid. Anderen maken de gloedtoets van de 6e klas. Om dan vervolgens naar het MILO, LBO te gaan. Lukt dat niet, dan stroomt de rest gewoon door naar VSO. Na die 3 leerjaren, dan mogen ze gaan werken of zich verder specialiseren in het keuzevak. De leerlingen komen met tussenkomst van het Medisch Opvoedkundig Bureau, MOB, op deze school terecht. Ook onderdeel van hun loopbaan op VSO Fayalobi is de stage. Vanwege hun prestaties komen de jongeren snel aan een baan in bedrijven waar ze stage lopen. Ik heb stage gelopen bij Straverco. En het is simpel, Daar is heel leuk en de mensen daar is ook goed en streng ook. Ik heb wel veel geleerd, maar wat ik nog meest wil weten, dat ik nog iets hoger wil stappen. Dat ik nog meer kan leren voor mijn toekomst. De geluiden zijn heel positief. Eén, kinderen van ons worden geaccommodeerd nadat ze stage hebben gelopen, omdat ze dan goed zijn. Het bedrijfsleven wil zelf aangeven dat ze kinderen van ons eerder willen, omdat ze dan heel vaardig zijn en dat ze dan accuraat te werk gaan. Eduardo Cario Dinomo is al 7 jaar verbonden aan VSO Fayalobi. Hij vindt het prettig om met deze leerlingen te werken. Ik vind het interessant. Het is veel meer praktisch, theorie, maar handelijk. Meestal mondeling. En het is gewoon om het beter te pakken, doen we het meestal praktisch. En terwijl we het uitvoeren, dan leren die jongens het. Als ik klaar ben, wil ik gewoon bij een groot bedrijf werken
Ik ben gesolliciteerd in SCMC, Houten. Dan ga ik op heavy duty equipment, ga ik daarop werken. T-Rex, Mantrux, Land Rovers, pakkenlijn en dozers. Mijn ervaring, ze zijn wat trager, wat begrijpen betreft. Maar als het een routinewerk begint te worden, dan kunnen ze het wel heel goed. Ja, dus we hebben hier voor de eerste klasse 2 dagen praktijk. Voor de tweede klasse ook 2 dagen geloof ik. En voor de derde 3 dagen. Dus de derde klas is de afrondende fase. Dus daar ben ik met de juiste groep bezig. En die auto's hier doe ik het met die derde klas. Vanuit de school en van anderen krijgen de leerlingen van VSO Faya Lobby vaak opdrachten binnen voor het vervaardigen van diverse producten. Er worden verschillende dingen hier vervaardigd. Zoals u heeft gezien bij automontage, daar worden auto's van leerkrachten gemonteerd tegen betaling. Zelf mensen buiten de school die komen binnen, want het is de gedachte dat eigenlijk deze school een leerwerkplaats wordt. Dat kinderen zelf hier werken, als een soort bedrijf gaat draaien en zelfvoorzienend ook. We hebben gezien dat bij de houtafdeling de meneer nu bezig is met wat banken voor een crash in de buurt. Bij metaal hebben ze laatst poorten gemaakt voor een schoonmaakster die hier werkt. Dus dat zijn tal van dingen, producten die we eigenlijk leveren op de aardrijksmarkt. Maar natuurlijk om veel meer te leveren hebben we dan veel meer dingen nodig. Machines en dat soort dingen, de attributen die nodig zijn om eigenlijk al deze producten te vervaardigen. We hebben allemaal een beperking. Niemand kan alles. We hebben elkaar nodig. Deze kinderen zitten in het speciaal onderwijs, maar het zijn gewoon normale kinderen. Ze krijgen gewoon de kans, net als elk ander kind, om eigenlijk de talenten waarmee ze zijn geboren te ontwikkelen en daarmee eigenlijk te overleven in de samenleving. Ik zeg, laten we deze jongeren blijven pushen, de ondersteuning geven, want zij zijn ook deel van de samenleving. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.